Welkom bij Van Dijk in Kampen. Mijn dagelijks werkzaamheden als magazijnmedewerker is orde pikken. Dan ga ik met een lege kar naar verschillende locaties toe om boeken op te halen. Mijn andere taak is scannen inpak. Ga ik boeken scannen die zijn georderpikt. En dan gaan we dat inpakken in een doos en gaan versturen naar de klant. En dan heb ik nog een taak en dat is dan foutherstel. Bijvoorbeeld een boek die vergeten is ophalen van de juiste locatie. En die gaan we dan inpakken en naar de klant versturen. Mijn dagelijkse werkzaamheden als groepsleider houdt in dat ik alles in de gaten moet houden. Fouten herstellen van orderpickers, van scanners. Maar ook het team goed begeleiden zodat ze ook weten wat ze moeten doen en hoe ze dingen kunnen oplossen als ze het zelf ook niet meer onderuit kunnen komen. Mijn dag begint bij het team verzamelen, taken verdelen en dan hun helpen waar het nodig is. Wat ik wel leuk vind aan mijn functie is dat ik geen druk op mij heb. Ik heb ook gewoon chille teamleiders. Dus die leg je ook goed uit, problemen, gaan ze je mee helpen. Je werkt met leeftijdsgenoten. En soms met wat ouderen, maar dat is ook wel leuk, want iedereen is gewoon hier hetzelfde. Dat het uitdagend is. Dat ik altijd weer nieuwe situaties krijg en met nieuwe mensen die situaties mag oplossen. De sfeer bij Van Dijk is gewoon een leuke, gezellige sfeer met diverse culturen, maar ook diverse mensen van jong tot oud. Ik heb bij Van Dijk zeker leuke collega's van verschillende afdelingen, verschillende ploegen en verschillende teams. Je teamleiders, coördinators zijn ook allemaal even vriendelijk met jou. Niet dat ze jou anders behandelen omdat ze een hogere functie hebben. Iedereen is hier gewoon gelijk, gezellig en leuk met elkaar. Een paar unieke dingen bij Van Dijk is dat je met de bus wordt vervoerd naar Van Dijk Kampen vanuit je eigen stad. Je hebt hier lekkere snacks in de kantine. Verder heb je hier ook foodtrucks waar je ook een lekkere eten kan halen. En dat je snel kan doorgroeien van magazijnmedewerker naar groepsleider of naar administratief medewerker. Dat is allemaal mogelijk. En volgend jaar wil ik daarvoor ook groepsleider worden. Een belangrijke karaktereigenschap om te hebben is dat je kalm kan blijven en goed kan communiceren met anderen. Want dan kun je alleen problemen oplossen als je duidelijk bent en anderen kan ook goed begrijpen. Dat je netjes en nauwkeurig kan werken, want we willen onze klanten tevreden houden. Of dat je genoeg energie hebt dat je de hele dag kan blijven staan. Want je bent wel ook veel in beweging en dat je dan niet na een uurtje moe wordt ofzo. Randstad helpt mij bij mijn ontwikkeling, omdat ik altijd naar hun toe kan gaan voor problemen. En ze zijn altijd hier met een rondje, zoals ze zeggen. En dan kun je altijd naar hun toe gaan voor vragen of dingen waar je mee vastzit. Wat ook nog chiller maakt, is dat je boven de minimumloon krijgt. En dat heeft Randstad goed geregeld. Ik zou een andere aanraden om bij Van Dijk te komen, omdat er altijd wel iets voor jou is. Iets wat jij leuk vindt.